Hoe kun je je verlangen leven in het hier en nu? In de zomer van 2023, van dit jaar, als ik dit filmpje opneem, was ik in Ladakh, maakte ik een trektocht in de Indiase Himalaya en verlangde ik 1 week lang hier in Nederland, toen ik terug was, enorm terug naar Ladakh. Naar de stilte en de ruimte van de bergen, de schoonheid ervan. En vooral ook het klooster waar ik heel dichtbij woonde gedurende meer dan een week. En waar de hele atmosfeer was van vreugde, rust, aandacht, meditatieve aandacht. En waar ik ook verbonden was met de mensen die bezig waren met de oogst van de barley, dus een graansoort, en van de erwten. Op de velden zag je overal korenschoven ontstaan. En ik verlangde terug naar het lopen, stap voor stap, me bewust van elke stap. En ik maakte allerlei plannen in mijn hoofd om terug te gaan naar Ladakh. En ik probeerde te kijken hoe dat kon in mijn agenda. En ik voelde hoe ik daarmee steeds uit verbinding was met het hier en nu, met waar ik nu ben, hier in Nederland. Terwijl dat juist was wat ik oefende in Ladakh om in het moment te zijn. En nu ging ik dus de fout in om steeds uit het moment te zijn, om met die plannen om weer naar Ladakh te gaan. Wat niet betekent dat ik niet naar Ladakh kan gaan. En op het moment dat ik dat echt goed besefte, of er lang genoeg onder geleden had dat ik uit het moment was, was ik hier aan het wandelen in een natuurgebied vlakbij bij het appartement waar ik woon. En ik dacht, hoe kan ik nu dat verlangen dat ik heb naar Ladakh in het hier en nu leven? En toen realiseerde ik me heel scherp van wat ik daar deed, het me bewustzijn van elke stap, het lopen met bewustzijn in de natuur, dat kan ik ook hier doen. Ik ben nu op dit pad aan het lopen. En ook dat pad is verbonden, dit pad is verbonden met Ladakh, want ik loop over dezelfde aarde als dat ik in Ladakh liep. En toen kwam dus heel duidelijk het besef van, als ik een verlangen heb, wat ik daar geprojecteerd heb in de toekomst en in een ander land, wat houdt dat verlangen nou precies in? Waar verlang ik dan naar? Naar welke kwaliteit verlang ik? En hoe kan ik deze kwaliteit brengen in dit moment, nu waar ik nu ben? Want ik ben alleen maar waar ik nu ben. Ook al ga ik waarschijnlijk in de toekomst misschien of waarschijnlijk nog een keer naar Ladakh. Dan nog ben ik nu hier en heeft het geen zin om daarmee bezig te zijn. En op het moment dat ik dat voelde, was ik ook echt aanwezig op dit pad, in dit natuurgebied, met deze plant die wuifde in de wind en met deze zonnestralen die op me schenen. Ik herinner me ook de woorden van Osho, die sprak van: als jouw stilte, die je in jezelf voelt, afhankelijk is van de Himalaya,
dan is het de stilte van de Himalaya en niet die van jouzelf. Dus op het moment dat ik me realiseerde van ik ben alleen maar terug aan het verlangen naar Ladakh voor de rust en de stilte, herinnerde ik me deze woorden en was het de uitdaging om die stilte die ik daar ervaren had, om die te leven in het hier en nu. In een natuurgebied, vlakbij mijn huis, is het belangrijk, is het makkelijker, maar de kunst is zelfs om het te leven als er heel veel geluid om je heen is. En wat me dan helpt, is om me het geluid voor te stellen als het decor of de coulissen rondom mijn stilte. En uiteindelijk is het echte verlangen in ons, wat we allemaal kennen als mens, een verlangen waarvan we niet eens weten wat het is, waarnaar het is, maar een heel diep verlangen. En dat is een spiritueel verlangen, waarvan je niet eens hoeft te weten wat dat is en waarvan je nooit zult kunnen benoemen wat dat is. En dat is een heel mooi verlangen. Dat is meer een verlangen wat verlangen is. Maar als het gaat om verlangens naar iets wat je projecteert ergens anders, dan vind ik het zelf een uitdaging om te kijken waar, hoe kan ik het leven nu? Op dit moment. Ik had bijvoorbeeld het verlangen om vandaag een hele dag vrij te nemen, omdat ik te veel achter elkaar had gedaan. Maar er was ook iets wat in mij wat vond dat ik verder moest gaan, of dat ik verder wilde gaan met het maken van filmpjes en daarmee niet achterop wilde raken op het schema wat ik gemaakt had. En toen dacht ik, het verlangen van het wandelen, van buiten zijn, van het verbonden zijn met vreugde, met vrijheid, met ruimte. Dat kan ik ook leven in het maken van dit filmpje. Want ook dan voel ik ruimte, omdat ik verbonden ben met de mensen voor wie ik dit filmpje maak. En met mijn eigen ruimte die ik aanboor als ik hierover vertel. Ik maak ook contact met de vreugde in mijzelf, want het geeft mij vreugde om filmpjes te maken. En als ik deze filmpjes opgenomen heb, ga ik even goed naar buiten. Dan blijft er nog heel veel tijd over op deze dag. Dus door te kijken naar wat het achterliggende verlangen is, waar ik naar verlang, kan ik het ook brengen in dat wat er nu aanwezig is met iets waar ik nu mee bezig ben. Ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen en als je die wilt delen, dan kan dat in de reacties onder dit filmpje.